Straks kunt Patrick eens nog gaat vertellen over de nieuwste snufjes en speeltjes op het gebied van multimedia. Maar nu eerst, het is de vraag of ze dat nog maar aan de Sintkins vragen. Want het Sinterklaasfeest staat onder druk. De discussie bij de koffieautomaat is niet ontgroen. Zwarte Piet mag het of mag het niet? Verwiest is feest naar het slavernij van vroeger? Dat is de vraag die veer op straat hebben gesteld. En de vraag is, bissen voor of bissen tegen? Sintkins komt de stoomboot uit Spanje. De proef op de Som in Limburg. Hier is naar basisschool Sint Martinus in Venlo. De directeur is oud-bestuurslid van het comité Kinderfeesten. Zwarte Piet, ja of nee? Zwarte Piet, ja of nee? Dat is geen discussie. Sinterklaasfeest, ja of nee? Sinterklaasfeest, ja. Zwarte Piet huurt bij het Sinterklaasfeest. En dat moet zwart zijn? De naam zei het. Er kan geen andere kleur zien dan Zwarte Piet. Zwart, dat is voor ons heel duidelijk, ja. Ja. Nee, nooit Zwarte Piet genoemd. Nee, misschien een keer een voetbalvereniging, dat ze de kleine kinderen dat zeiden. Ik ging alleen maar om lachen. Dit is natuurlijk, het is een traditie, handhaven. Handhaven, zeker. Tuurlijk, veel te leuk. Onzin dat het een eindwoord verteld wordt met racisme of discriminatie. Dus eeuwen zo, dus moet dat gewoon blijven. Eerst wordt het van je pensioen afgepakt, van je AOW. En dan willen ze mijn Zwarte Piet ook wel afpakken. Ik snap ook niet dat de politiek tijd heeft om zich met zo'n discussie bezig te houden, terwijl Nederland economisch nog in brand staat en de VN met alle conflicten in de wereld zich over zo'n soort tradities druk maakt. Belachelijk. Anderen vingen het niet belachelijk, maar vingen dat Sinterklaas en Zwarte Piet met de tijd mee moeten. Ik denk dat het gewoon wel tijd wordt, vooral ook omdat dat ook een heel aantal mensen kwetst. Om te gaan kijken van hoe kunnen we nou in een aantal jaren zorgen dat Zwarte Piet in ieder geval niet meer kwetst. Acteur Huub Stapel speelde Sint, de horrorgoedheiligman. Over Zwarte Piet is het duidelijk. Ja, ik vind het een luldiscussie. Waarom komt die discussie nou op dit moment? Waarom is die discussie niet al 10, 20, 30 jaar oud? Ik heb het gevoel dat het een soort afleidingsmanoeuvre is. De echte problemen in het land te verhullen of te verdoezelen. Ik heb dat gisteren vandaag al gezegd bij Paul en Witteman. En dat schrijf ik gewoon. Ik heb Surinaamse vrienden. En die hebben er totaal geen problemen mee. Die zeggen, wat zitten die mensen zich allemaal op te winden? Hey? Wat is dat voor een onzin? Op Facebook is de steun voor Zwarte Piet groot. Dus op straat verder zoeken naar mensen die Zwarte Piet niet vinden kennen. Ik heb vroeger ook Zwarte Piet zitten spelen. Heb je gespeeld zelf? Ja, dat ook. Ja, ja, ik vind het gewoon, ja. Lekker aan wat die mensen allemaal zeggen. Ik vind het gewoon flauwekul. Wat moet van hoe zong als Zwarte Piet? Ja, ik ben zelf, zeg ik heel eerlijk, ik ben zelf moslim geworden. Ik doe zelf Sinterklaas vieren, want ja, ik ben toch Limburgs. Maar ik vind Zwarte Piet heurt te bieden en ik vind het ook geen discriminatie. Als ze nu zeggen bijvoorbeeld mevrouw over een hoofddoek of over het einde wangen, kijk, Zwarte Piet is gewoon zwart van de roet. En dat vind ik. Een kinderfeest, klaar. Er had ook een witte Piet kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar hij is nou eenmaal zwart volgens traditie. En dan gaan ze weer hele oude koeien uit de sloot halen van slavernij en dit en dat. Ja. Maar zo kun je van iedere mug een olifant maken. Maar zijn die kinderen niet mee gediend? In Venlo, Tegelen en Remunt gaan de tegenstander van Zwarte Piet te vinden. Waar komt die discussie dan vanaf? Ik weet waar het vandaan komt. Waar komt het vandaan? Ik heb 10 jaar in de Bijlmer gewoond. En je hoort niks anders als over slavernij. En dat is gewoon drama.